Dit is de Daily Minutes Extra Bits voor vandaag, zaterdag 15 september 2018. De Extra Bits zijn alleen te beluisteren via internet. Vandaag heb ik bekendgemaakt dat de Daily Minutes na 30 september van dit jaar via YouTube en via mijn podcast verspreid gaan worden en niet meer via PI2NOS. Dat biedt de mogelijkheid om een paar nieuwe onderwerpen te introduceren en om af en toe ook video bij de Daily Minutes te brengen. Meer hierover kun je lezen op www.pa0ete.nl en op www.hobbyscoop.nl. Vandaag in de Extra Bits allereerst een deel van de serie over zelfbouw die afgelopen voorjaar voor het eerst werd uitgezonden. Daarna hebben we een Wokka Wokka special waarin we een aantal van de producten van dit illustere bedrijf nog een keer de revue laten passeren. Deze Extra Bits wordt afgesloten met een tweetal SSTV-beelden in PD180 en PD240. De SSTV zit helemaal op het laatst, na het korte stukje met Daily Minutes muziek. De foto's zijn van respectievelijk Arild Fagan en Pavlikin. Het blijkt trouwens dat ik per ongeluk de vorige keer deel 3 heb uitgezonden van de serie over zelfbouw in plaats van deel 2. Dat wordt vandaag goed gemaakt door alsnog ook deel 2 uit te zenden. Let op, want wij zijn in stereo. Ik begin vandaag met deel 2 van de serie over zelfbouw. Ik begin met in het kort iets te vertellen, nou, ik probeer dat in het kort, over hoe ik zelf met het zelfbouwen in aanraking ben gekomen. En ook iets over de achtergrond daarvan. Ik weet nog precies hoe mijn fascinatie voor radio begon. Ik was denk ik een jaar of 9 oud. Mijn vader die had een boek, Zo werkt de radio. En ik vermoed dat ik daar toen al eens in gekeken had. Maar echt opgevallen was me dit niet, want dit boek ging niet over telecommunicatie, maar om radio's voor omroepontvangst. Mijn vader heeft mij al heel vroeg bij de techniek betrokken. Dat was een aantal jaren daarvoor. Zo had mijn vader een Berini-eitje, zo'n motortje wat je voor op je fiets kunt zetten. En een vermaard verhaal uit mijn jeugd, dat is dat mijn moeder die vertelde dat heel graag, is dat ik samen met mijn vader bij dat motortje bezig was aan het knutselen. Waarschijnlijk zat ik mee te kijken, want ik was nog een peuter. En dat de buurman thuis kwam en aan mijn vader vroeg met wie hij in gesprek was. Want hij zag mij daar niet in de schuur, ik zat achter een muurtje. Nou, zegt mijn vader, met mijn zoon. De buurman die geloofde dat niet, want zijn dochter van een jaar ouder, die echt niet achterliep, die praatte dus nog nauwelijks. In diezelfde kelderbox waar we aan de Berini zaten te sleutelen, leerde mijn vader mij ook de basisbeginselen van het timmermanschap. Hij was zelf in het vak opgeleid en had een aantal van onze meubels in die tijd zelf gemaakt. Ik was daar maar matig in geïnteresseerd. Wel kon ik als 5-jarige al zelfstandig fotofilmpjes ontwikkelen en afdrukken en in beperkte mate vergroten. Ook in diezelfde kelderbox die speciaal voor dat doel verduisterd kon worden. Toen ik dus 8 of 9 jaar oud was, toen kon je, zo stond in zeer uitgebreide advertenties, tenminste met heel veel spullen erin, in de Telegraaf, je kon bij Lulab in Amsterdam walkie-talkies kopen. Die wilde ik hebben. Maar ik wilde zoveel hebben. En dit was nauwelijks een opvallend item in dingen als een Fleischmann spoortreintje, een kleine stoommachine van hetzelfde merk en andere zaken die ik ook leuk vond als feestneuzen en jojo's. Ja, en niet te vergeten de Hudora rolschaatsen met een remblokje onder de neus van je schoen. Mijn vader vermoedde dat de apparaatjes van Lulab niet legaal waren en als dat zo was, dan zou ik die dus niet krijgen. Mijn collega die er iets vanaf wist, vroeg hij dit na en inderdaad, de walkie-talkies waren verboden. Ik weet niet of dat mijn latere fascinatie voor de dingen verklaarde, maar in ieder geval, ik had een buitengewoon grote interesse ervoor. De walkie-talkies die raakten vervolgens echter wel wat in de vergetelheid tussen alle andere interesses. Ik dacht er nog maar nauwelijks aan. Ik weet nog precies het moment dat ik opnieuw door het fenomeen gegrepen werd. Het was in een schoolvakantie in het voor- of najaar. En met wat vriendjes zwierven wij door de wijk in Dordrecht, Wielwijk, waar ik ben opgegroeid. Vervolgens liepen we op een hofje aan de Doris Rijkerstraat, nabij de Zuidendijk, ik weet het nog precies, tegen een ander groepje jongens aan die met iets interessants bezig waren. Ze hadden een babyfoon die ze als een walkie-talkie gebruikten. De draad van in mijn herinnering wel 30 meter, maar het is vast minder geweest, over het voetpad slepend. En interessant was het vooral als de ene de bocht om was, langs een huizenblok, hoe goed je hem dan nog kon horen zonder dat je hem eigenlijk zag. Vervolgens was ik dus verkocht. De eerstvolgende keer dat ik jarig zou zijn, een gelegenheid waarop ik dit soort vrij dure dingen zou kunnen bemachtigen, zou ik ook zo'n babyfoon vragen. Bij gebrek aan een walkie-talkie, dan maar dat. Het ding kreeg ik uiteindelijk ook, maar de aardigheid was nog niet zo groot als ik wel gedacht had. Ik bleef echt te dromen van een echte radiozender of een walkie-talkie. In de jaren daarna, ik woonde inmiddels in Amersfoort, deed ik al wat experimenten, zoals bijvoorbeeld een goede middengolfantenne in mijn kamer aanleggen in de vorm van een lange spiraal langs het plafond. En het lukte me zelfs om daarmee in enige mate uit te zenden door een stukje draad aan de centrale verwarming op een batterij aan te sluiten en met een ander stukje draad dat naar de voornoemde antenne ging over de onderkant van de batterij te strijken. Ik kon daarmee een flinke afstand overbruggen. Ik moet bij de buren daarmee trouwens wel flink wat storing gemaakt hebben, want er werd toen nog veel op de middengolf geluisterd. Het was een paar jaar later en ik denk dat toen ik deze experimenten deed dat ik een jaar of 13 was.
Pas een aantal jaren later ging ik er serieus mee verder, waarschijnlijk net voordat ik 16 was. Door een krantenartikel leerde ik van het bestaan van Veron en van VZA en van de zendamateurs. En in een lokale winkel kon je in die tijd Electron van de Veron toen nog op A5 formaat in de losse verkoop krijgen. Daar kwam ik dus achter. Ik was bij dat blad met name direct verkocht door de rubriek van PNL SE Reflecties, waar ik werkelijk van smulde. In dezelfde winkel kocht ik vervolgens een soort module met daarin een klein FM-zendertje dat ik daarna in een behuizing van een oude draagbare radio bouwde met een telescoopantenne erop als een soort afluisterapparaat, nou ja, misschien ook wel een beetje als een walkie-talkie. En ik leerde ook begrijpen hoe het eenvoudige ding werkte en bracht al enkele verbeteringen aan het zendertje aan. Bijvoorbeeld koppelde ik de antenne op een koppellusje in plaats van op een aftakking van de oscillatorspoel. Het scheelde nauwelijks in bereik, maar nu kon je het ding tenminste oppakken zonder dat hij 2 MHz opzij ging. Het eerstvolgende dat ik ondernam was dat ik in Utrecht, ik dacht bij de firma Van der Wel, 2 27OC-portootjes kocht. Ik was toen inmiddels 16. Volgt nu een boodschap van een van onze sponsoren. Bent u ook zo ongerust over de straling die bijvoorbeeld mobiele telefoons ons geven? Laat uw kinderen liever niet slapen zolang uw wifi-router aanstaat. Probeer dan onze nieuwe hoogfrequentstofzuiger S390 Super EE van Wokka Wokka. De hoogfrequentstofzuiger zorgt ervoor dat er geen spoortje meer te vinden is van alle ziekmakende straling die bijvoorbeeld mobieltjes, routers, televisieapparaten, ventilatoren en gipsmuren afgeven. Nu kunt u weer gerust, net als vroeger, zonder schadelijke gevolgen van uw gsm gebruik maken. U en uw kinderen worden er niet meer ziek van. Het werkt zelfs om uw huisdieren te beschermen. De S390 Super is verkrijgbaar in onze filialen voor de prijs van slechts €350. En dat is inclusief geluidsdemper. Het apparaat wordt niet geleverd aan zendamateurs. Volgt nu weer een mededeling van een van onze sponsoren. Wokka Wokka, het merk dat bekend is van de S390 Super EE hoogfrequentstofzuiger tegen alle ongewenste straling, komt nu met een nieuw en spectaculair product voor de zendamateurmarkt. Wie kent deze ergernis niet? Je hebt je antenne geplaatst en de SWR valt je tegen. Een SWR kan in zo'n geval wel oplopen tot zelfs 1 op 2. Vanaf nu is de ergernis over een slecht staande golfverhouding in het geheel niet meer nodig. De nieuwe SWR-meter STND 32551 Super laat namelijk helemaal geen staande golfmeting zien als deze onder de 1 op 2 zit. Uw gevoel van ergernis verdwijnt met deze nieuwe STND 32551 ogenblikkelijk als sneeuw voor de zon. Deze nieuwe SWR-meter met zijn ultramoderne design kost u geen €450, nee ook geen €400, maar voor slechts €399,50 exclusief verzendkosten is deze al voor u. Wordt geleverd met gratis blinddoek, speciaal voor mensen die een SWR van groter dan 1 op 2 ook vervelend vinden. En dan volgt nu een nieuwsbericht, dat is vermomd als reclame. Of nee, eigenlijk is het dus andersom. Het bedrijf Wokka Wokka heeft onlangs een nieuw product op de markt geïntroduceerd. Wokka Wokka signaleert de problemen die veel zelfbouwers hebben met solderen. Een soldeerbad heeft vaak niet genoeg warmtereserve, tenzij hij hem verkeerd beetpakt, dan heeft hij dat weer te veel. Vroeger zag je vaak soldeerpistolen, ook wel soldeerrevolvers genoemd. Een draadje tussen 2 geleiders werd dan warm, zodra je de trekker overhaalde. Maar het draadje werd daarbij ook vrij snel weer koud, zodat je er niet zo gemakkelijk dus je fikken aan brandde. Wokka Wokka heeft de voordelen van deze beide apparaten, dat wil zeggen de soldeerbout en de soldeerrevolver, gecombineerd en dat aangevuld met een voldoende grote warmtereserve, zodat je zelfs die dikke ijzeren plaat onder je antenne nog moeiteloos aan zo'nzelfde plaat kunt vastsolderen van bijvoorbeeld de antenne die ernaast staat. Het nieuwe, ronduit handzame Super Soaker 352 soldeerkanon beschikt over een eigen warmtegenerator die op kerosine en een acetyleenmengsel werkt. Zodra de klus geklaard is, wordt de punt met vloeibare stikstof gekoeld, zodat die binnen 2 nanoseconden weer op lichaamstemperatuur is. De prijs die volgens een woordvoerder van het bedrijf zeker schappelijk is te noemen, zal binnenkort in een advertentiecampagne in de amateurbladen bekend worden gemaakt. Wokka Wokka raadt overigens aan om voor aanschaf van het apparaat na te gaan of in de omgeving waar u woont voor gebruik en bezit van het apparaat niet een wapenvergunning nodig is. De zaterdagse Daily Minutes uitzending is gewoonlijk in het Engels. Vandaag beginnen we echter in het Nederlands met het grote nieuws van vandaag, namelijk de oprichting van een nieuwe amateurvereniging in ons land. Verbaasd? Ja, dat was ik ook. Vandaar dat de Daily Minutes meteen bovenop dit nieuws gesprongen is. De nieuwe vereniging wilde niet met ons praten, maar ze wilde wel wat ze noemen een zogenaamd promotioneel bericht in onze uitzending hebben. Het aantal luisteraars naar de Daily Minutes was kennelijk toch te interessant voor de nieuwe club om links te laten liggen. Nou, vooruit dan maar. Hier komt-ie. Ja, Wokka Wokka staat volop in de schijnwerpers. Wokka Wokka gaat op de maatschappelijke tour.
Wokka Wokka begint een nieuwe amateurvereniging. Wokka Wokka heeft een aantal ideeën uit de recente politiek bij elkaar gepakt en een aantal mensen uit de reclamewereld als adviseur gevraagd. En het kan haast niet anders dan dat dit plan een groot succes wordt. Doelstelling van de nieuwe amateurvereniging is om iedereen te verenigen. Ja, het woord verenigen zegt dat natuurlijk ook al. De nieuwe vereniging krijgt meerdere speerpunten als doelstelling. De belangrijkste doelstelling is dat de repeaters moeten worden schoongeveegd. Weg met het uitschot van onze maatschappij dat onze mooie repeaters onveilig maakt, die met veel inzet en geld door de amateurs zelf tot stand zijn gebracht. De nieuwe amateurvereniging gaat met de politiek praten over oplossingen voor het probleem. Er moet maar een budget komen waar de acties tegen deze veestapel uit betaald worden. De nieuwe Wokka Wokka vereniging gaat zich verder inzetten voor meer mogelijkheden voor de gelicentieerde amateurs. Allereerst moet de vergunning terugkomen. De Nederlandse examens die zijn verder niet voor niets zo moeilijk. Daar mag best iets extra's tegenover staan. Wij willen, vooruitlopend op de afschaffing van de FM-band, dat met ingang van 2020 88 tot en met 98 megahertz in Nederland een amateurband wordt. Tevens willen we dat de amateurs in overleg met de auteursrechtenorganisaties op die frequenties muziek mogen uitzenden. Wokka Wokka heeft eerst overwogen om 98 tot 108 als frequentiegebied hiervoor te eisen, maar dat ligt veel te dicht bij de luchtvaartband. Laat ze dat maar houden. Ze gaan binnen een jaar of twee daarna toch allemaal naar DAB+. Dit is nog maar een deel van de plannen van de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging. Als laatste van dit korte overzicht wil de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging nog wel kwijt op welke doelgroep van amateurs wij ons vooral richten. Dat is volgens onderzoek dat we door Maurice de Hondwerknemer André de Geit hebben laten uitvoeren, tevens de overgrote meerderheid van de amateurs. Dat zijn namelijk de amateurs die een grote hekel hebben aan de Veron, aan de VSSA of aan Dekars. En daarnaast de amateurs die een broertje dood hebben aan Agentschap Telecom. Wij horen in de aanloop naar de oprichting van onze vereniging dat er zeer veel amateurs een bloedhekel hebben aan al deze organisaties. Nou, daar gaat Wokka Wokka dus wat aan doen. Geen woorden, maar daden, zouden we willen zeggen. Kijk binnenkort op de bekende URL van de webwinkel van de wetenschappers van Wokka Wokka. Dan kun je binnenkort meer nieuws lezen over de oprichting van de nieuwe amateurvereniging. Stuur in aanloop van de oprichting alvast, als je wilt, je mening naar het mailadres van Wokka Wokka. Dat is wokkawokka@accessforall.nl. Zonder spaties, zonder streepjes, wokkawokka@accessforall.nl. Je kunt je overigens ook alvast als lid aanmelden. Uit het bovenstaande onderzoek van Maurice de Hondwerknemer André de Geit blijkt zelfs dat de meerderheid van de zendamateurs ontevreden is. Dat zou betekenen dat de Wokka Wokka vereniging in één klap ook de grootste amateurvereniging zou zijn. Ken je die nieuwe chat van het Hobbyscope team al? Hij heet Mattermost. Nee, die ken ik niet. Nou, dat is reuze handig hoor. Hij is sinds begin april voor amateurs geopend en hij is zowel op de PC beschikbaar als op je mobiel. Je kunt verder per onderwerp chatten en ook privé chatten en hij is reclamevrij. Hij is echter wel alleen toegankelijk voor amateurs met een registratie. Nou, dan zou ik maar snel eindelijk een keertje dat examen doen.
Are you feeling bored of your everyday strenuous working exercise? There are times when I feel like doing something new, something different. One of the hottest workouts in India is a laughter workout. Yes, it's made to feel you laugh. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Whoa!